President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren deelgenomen aan de tweede CARICOM India Summit in Guyana. De summit bood een platform voor de CARICOM-leiders om samen te werken aan thema's zoals handel, technologie, klimaatbestendigheid en duurzame ontwikkeling. Tijdens deze summit heeft de president een vruchtbaar bilateraal gesprek gehad met premier Narendra Modi van India. De gesprekken benadrukten onder andere de versterking van de samenwerking tussen Suriname en India op verschillende terreinen zoals gemeenschapsontwikkeling, gezondheid, informatie- en communicatietechnologie, klimaatverandering, hernieuwbare energie en cultuur. Daarnaast werden mogelijkheden voor samenwerking in de olie- en gassector en het schuldherschikkingsprogramma via het IMF besproken. President Santokhi riep op tot intensievere samenwerking via culturele en academische uitwisselingen, jeugdprogramma's en de bevordering van Ayurveda. Suriname zal met steun van India werken aan de oprichting van een Ayurveda gezondheidscentrum en een medicinale plantentuin. Santokhi's deelname benadrukt Suriname's inzet voor regionale samenwerking en het zoeken naar economische kansen. Tijdens zijn bezoek had president Santokhi ook een ontmoeting met de Suriname Guyana Chamber of Commerce. Hier werd gesproken over de succesvolle International Business Conference en de verdere samenwerking, vooral op het gebied van de bauxietsector en de komende IBC in Paramaribo in februari 2025. De president benadrukte het belang van duurzame samenwerking op het gebied van handel, natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur voor zowel Suriname als Guyana.